Yo mensen, Bassie oftewel Bas hier, steentje en tof dat jullie kijken naar de allereerste aflevering van jullie line-ups bouwen. De serie waarin ik jullie ga helpen bij het bouwen van line-ups. Eigenlijk jullie clubpak en daar de teams van samenstel in de hoop dat jullie uh, misschien wat nieuwe inzichten krijgen, wat tips. Ik ga jullie dus ook meenemen in het proces van het samenstellen van de teams. Waarom ik bepaalde spelers waar zet. Jullie hebben als het goed is in de vorige video een comment achtergelaten met jullie managernaam. En ook de competities die jullie uh, ja, voorkeur eigenlijk heeft. Dat is voor mij wel handig, zodat ik uh, gericht line-ups kan bouwen. Dus vind je dat nou tof? Doe dan even een duimpje omhoog. Dan zou ik zeggen, laten we maar snel beginnen met de eerste club eigenlijk. En de eerste manager die wij vandaag proberen te helpen is RH-Sore. Hij was namelijk de eerste die zijn managernaam achterliet in de comments. Dus wil je nou dat ik jouw line-ups ook ga bouwen? Wees dan snel, dames en heren. Ja, ja. Hij heeft gezegd, prioriteit zit in Cap270, Allstar en Cap240. Ik neem aan dat dat dan ook in die volgorde is, dus daar gaan we een beetje op inzetten. Uh, mocht er nog wat schuiving komen, zal ik dat natuurlijk bespreken. Maar hij is de eerste die wij vandaag proberen te helpen. Dus ik kan zeggen: Let's go. Ja, en de Haienba. RH, Laastripje, Sora. Ik zie hier uh, veel rare kaarten. En dat zijn alleen nog mijn middenveld. Dus moet je nagaan. Als we hier extra doen, kun je natuurlijk alle kaarten zien. En dat zijn er aardig wat, kan ik je vertellen? Wel wat uh, spelers die ja, niet zo zeker zijn op speelminuten. Volgens de predictions van de Sora Data Community. Maar goed, uh, doe altijd zelf ook je research. Je kan kijken bij PlaySharper. Je kan kijken naar de voorspellingen van. Zo so red data hier dus. Maar je kan natuurlijk ook je eigen research doen. Dat zou ik altijd aanbevelen. Want ja, bijvoorbeeld een play sharper. De predictions daarvan worden gedaan door één persoon. En dat is best wel tricky. Dus als je altijd nog achteraf iemand de schuld zou willen geven. En dat ben je dan zelf. Doe dan zelf je research. En dan uh, ja, kan je eigenlijk alleen maar jezelf de schuld geven. Uh, we beginnen dus met Cap270 Red. Ik weet niet waarom dat zijn prioriteit is. Misschien was dat omdat Cap270 de monthly was. Maar dat is deze maand niet meer. Dus RH. Oftewel Robbie Hogewaard. Mocht je dat nu uh, niet weten, dan weet je dat in ieder geval nu. Maar we gaan wel beginnen met Catfish 70. Dat is eigenlijk een competitie waar je de... Ja, de grote jongens in zou moeten leveren eigenlijk. Want je hebt een, uh, een cap van 270 punten over 5 spelers. Dat is best riant. Dus we gaan maar gewoon kijken bij de keepers. Om even te beginnen. Dan zien we dat Oenestal een moeilijke matchup heeft tegen PSV. Uh, van Gassel ook een hele moeilijke matchup tegen Feyenoord. En datzelfde geldt voor Maikic eigenlijk. Dus dat is niet ideaal. Daar blijft er voor mij nog één optie over. En dat is Lucic. Die speelt dus tegen Istra. De club van mijn grote vriend. Die daar op goal staat. Maar uh, die zitten er niet heel lekker in. Dus op papier, dus, zoals je ook kan zien: een goede matchup. Ook een goede bonus van 12,5. Dus dat is een, een mooie kandidaat voor Cap 70. Dan gaan we door naar de verdedigers. En dan zien we dat daar de grote jongen eigenlijk Horemans is. Die heeft een laatste 15 van 61. Laatste 5 is al nou wat minder, 51. Maar die speelt tegen Feyenoord. Dus dat is geen optie in mijn ogen. daar staat hier dat hij geblesseerd is. Ik denk wel dat hij kans maakt om te spelen. Dus dat is sowieso een optie. Maar ik ga zoveel mogelijk twijfelgevallen proberen te mijden. Ik ben uh, zelf ook wel iemand die in het verleden veel heeft gegokt op dat soort uh, ja, twijfelgevallen. En ja, dan zul je net zien dat hij uiteindelijk niet gaat spelen en dat de rest van je spelers het goed doet. En dan bouw je natuurlijk enorm. Dat kan natuurlijk ook andersom zo zijn. Dat hij wel speelt en het ook goed doet. Maar ik zou zoveel mogelijk risico's vermijden. Mocht je nou in de loop der dagen wel zien dat hij uh, gaat spelen, dan zou ik hem opstellen. Maar we hebben hier een prima vervanger in de naam van uh, Pavlovic, Dus die zet we hier neer. Dan zien we hier mijn grote vriend Baturina. Ja, jullie weten, als jullie langer mijn video's kijken, dat ik een uh, enorme fan van hem ben. Ongekend talent. Die namen wel in een iets moeilijkere fase. Het lijkt heel dramatisch, namelijk dat ze hier derde staan, maar voor mij staat ze nog redelijk dicht bij de top. Ja, voor mij is dat eigenlijk een uh, hele goede optie, want ze spelen tegen OSIAC. Niet een uh, hele denderende ploeg. Ze moeten wel. Uh, ze moeten dus winnen. Het is niet zo dat ze zeg maar al 15 punten voorstaan. En dat ze even lekker met de tweede elftal kunnen gaan spelen. Dan moet ik overigens wel zeggen dat er heel veel gewisseld wordt bij Zagreb. Er wordt heel veel geroleerd. Maar ik denk dat Batorina vrijwel zeker is van de basisplaats. Dus ik vind dat een goede optie. Ook een hele mooie matchup. Dus die zetten we hier ook neer. Dan, dames en heren. Aan wij kijken naar de aanvallers. Wat je kan doen is natuurlijk voor Livaya gaan. Dat is wel van Nee, die speelt er, uh, tegen Istra. Dus dat is een uh, goede optie. Is natuurlijk ook gelinkt aan een goalie. Dus mochten zij een, uh, een mooi resultaat neerzetten. Ik zeg hem maar wat in 3-0, 4-0 of wat dan ook. Ik hoop het overigens niet. Want dan ben ik uh, flink genaaid met mijn uh, super goalie van, uh, van Istra. Maar uh, dat even geheel tezijde. Livaya zou ik in dit geval dan opstellen. Mooie collection bonus ook bij beide spelers. En dan heb je dus nog 49 punten over voor een extra speler. Dan moeten we even gaan kijken hier. Ja, en dan kan je voor Sigur gaan. Of voor... Ja, wat zijn de andere alternatieven? Ja, Seruki. Hij wordt natuurlijk met name in de grote wedstrijden opgesteld. En dat is met alle respect Excelsior niet. Ik denk overigens wel dat uh, onze grote vriend... En haar sorry, fan is van Excelsior. Maar dat even wederom geheel zijde. Ik zou dus gaan voor deze beste man. Dan heb je nog drie punten over. Maar je moet niet uh, alles proberen op te vullen als het niet nodig is. En dan zou ik in mijn ogen Baturina F te maken. En dan heb je een line-up strength van 84. En dat is wel een uh, vrij, hoge, vrij hoge score. Aangezien je eigenlijk nooit een score van 100 kan halen. Heel sterk F270-team. Met uh, clubs die uh, allemaal goede matchups hebben. Dus ik zou dit doen als Cap 270 team Was dat dus uh, ja, de voorkeur geniet? Toen was de voorkeur, of tenminste de volgorde, All-Star en Cap 240. Laten we dan nu even naar All-Star gaan. All-Star Rare. Ja, dan hebben we dus Oenestal van Gassel. Met allebei een bizar moeilijke matchup. En Maikic. Ook een hele moeilijke matchup overigens. Maar die heeft een hele lage L15. Dus ik denk dat we die gaan bewaren voor Cap 240. Dan denk ik dat. Wij toch voor Oenestal gaan, omdat uh, die balans er iets meer is. Ik denk dat ze beide veel uh, te doen krijgen, overigens. Dus dat is in dat opzicht wel gunstig voor een uh, all-around average. Dus dat ze veel punten kunnen sprokkelen door middel van reddingen. Maar ik denk ook dat ze goals gaan incasseren. En als Excelsior er meer dan drie uh, incasseert, dan krijgt Van Gassel een negatieve decisive. En ik denk dat die kans iets minder is bij Oenestal. Dus laten we dan voor Oenestal gaan. Um, even kijken. Als Tarer. Dan zien we hier Sarlia. Daar wordt gewoon van verwacht dat hij speelt. Dus ik zou hem denk ik opstellen. Of Diallo. Of allebei. Je kan natuurlijk hier Sarlia opstellen. Ik hoop dat ik die naam allemaal goed uitspreek. Dan hebben wij Jerovinovic. Zou ik ook opstellen. Heel een mooie collectie overigens van Split. Heel een goede keuze ook trouwens. Heel goed team. Dan naar de aanvallers. Ja, hij heeft wel een beetje pech met de matchups deze week. Mike van Duinen. Ja, dan ben je echt een Excelsior fan. Er okay, blijft niet heel veel meer over. Lamproel. Staat hier... 3-Wash. Maar die spelen allemaal tegen Feyenoord natuurlijk. Ja. De enige optie is denk ik Stanks. In dit geval. En dan gaan we even kijken. Dan zou ik denk ik nog eens spelen. Ja, Diallo. Dus Diallo, de extra man die we gaan toevoegen in Alstare. En dan slaan we deze op. En dan gaan we door naar Cap240. Oké okay, dan, Cap240. Here we go. Ja, we hebben dus keuze uit twee keepers. Die keepen. Uh, de eerste is Mike ich, En de tweede is Van Gassel. Ik ga voor Mike Puur omdat hij ook een beduidend mindere... L15 heeft. En ja, hij heeft een hele moeilijke matchup. Maar dat heeft eigenlijk Excelsior net zo. Dus ja, het is een beetje om het even. Dus dan ga ik in dit opzicht voor de lage L15. Ja, we kunnen voor Maurits gaan. Die speelt ook tegen Split, natuurlijk. Ja, het is een beetje ja, de keuze is niet heel optimaal. Dus laten we eens even kijken. Ja, Je kan dus nu gokken op Gitruida. Maar, maar Play Sharp bestaat 70% dat hij speelt. En hier van de 8 denk ik ook bijna iedereen dat hij speelt. Laten we hem maar even hier neerzetten. Wel hoge L15, dus dan wordt het wel moeilijk. Dan hebben wij weer ja, heel veel Excelsior-spelers. Dat maakt het een beetje moeilijk allemaal. En natuurlijk twente uh, spelers tegen PSV. Maakt het allemaal niet helemaal optimaal. Uh, ja, dit zijn wel de zekerheidjes, de twee bovenste. Ik zou dan voor Sadilek gaan. Omdat ik denk dat hij verdedigend ook wel veel te doen krijgt. Dat hij daarom veel uh, intercepties kan maken, et cetera. Dus ik denk dat dat wel een uh, goede optie is. Dan Dan Rots, Ugalde, Driwesh. Ik zou denk ik dan voor Ugalde gaan. Dan hebben we 38 over. Ja, dat is niet top natuurlijk. Nou, ik zou Eiting hier neer willen zetten. Maar ik denk in tegenstelling tot de verwachting hier dat hij niet basis zal starten. Al weet je het natuurlijk nooit. Maar dan kunnen we wel voor een Maurits gaan. Dan hebben we wel precies 240 punten. Ik denk dat dit hem dan wordt. Dan hopen dat Geertruida speelt. Dan zou ik denk ik dan ook... Als je hem dan wel opstelt. Nou, ik wil dus zeggen Geertruida Maar stel je nou voor dat hij niet zou spelen. Dan zou ik Sadilek aanvoeren maken. Dan kan je misschien met vier spelers nog die threshold aantikken. Als is dat wel echt heel moeilijk. Dus als je er echt zeker van bent dat Geertruida speelt. Zou ik Geertruida aanvoeren maken. En anders Sadilek. Dan heb ik ook even gekeken bij de limiteds. En dan zien we hier toch al wat spelers. Verrassend ook van Excelsior. Maar ook van Heerenveen. Uh, dan denk ik dat het misschien leuk is om Challenger te spelen. Tenminste ik weet niet of het ook... die vereist ook voor limited golden. Maar ik denk dat je wel met een leuke... Oh, Heerenveen heeft wel een leuke matchup. Fortuna. Ik denk dat je daar wel de Heerenveenstek kan spelen. Tom Haaij ook, mooi spelen. Sarawi, maar van wat ik meekrijg, maakt hij wel kans om te gaan starten. Nogmaals, doe zelf ook dan je research. Kijk, ik neem dit natuurlijk op de woensdagnacht, laat in de nacht op. Dat is twee dagen voor de deadline en misschien wel vier dagen voor de wedstrijd. Dus ja, exacte voorspellingen kan ik natuurlijk op dit moment niet maken. Dus garantie tot aan de voordeur. Sven van Beek, dat is wel een leuke, uh, leuke Heerenveenstek. Gaan we even een capteampje bouwen. Tegen Feyenoord, ja. We hebben weer nog Mats Keulen natuurlijk. Bellen van Amersfoort. Oeh, lage L15. Shane Nunnally, ook een twijfelgeval. Laten we het dan zo doen. Bam. Oh, en dan zie ik ook dat hij nog super is, dus het in zijn club heeft. Ik zou persoonlijk voor het Challenger gaan. Kijk eens. Bam. Ja, ik zou dan persoonlijk voor het Challenger gaan. Als oh, dit wel echt heel taai tegen Feyenoord. Maar Cap270 ga je ook moeten opboksen tegen echt gekke beesten. Dus ik denk dat ik dit zou doen. Met de spelers die je dus in de club hebt. Mooie line-ups. Al die Cap270 line-up is echt heel bizar. 84 is echt lijp. Dus ja, ik denk dat dit het dan is. Ja, zit je nou deze video te kijken en lijkt het je nou leuk om ook Sora te gaan doen. maar je hebt nog geen account. doe dat dan via de link in de beschrijving. Dan denk je, waarom zou ik dat doen? Nou, dat is namelijk omdat je dan 20 euro shoptegoed krijgt van Sora. Dus als jij je, je aanmeldt via de link in de beschrijving en je wil jouw eerste speler binnenhalen, ga je dan naar de auctionmarkt. Links staat Market, en dan bovenin Auctions. Dan zie jij, hé, hey, ik wil een uh, Nederlands team bouwen. Dan klik je dus hier op uh, League, Eredivisie, dan kom je bij deze pagina terecht. Waarschijnlijk is die pagina iets anders, omdat je op een ander tijdstip hier naartoe gaat. Dan zie je wat andere spelers. Je ziet de fine je denkt, hé, hey, die moet ik hebben. Dan kan je daar dus op bieden. Nou, als je dan biedt, hier, bam, dan staat de place bid. Kan je nog kijken, 9,20 euro. Maar wat er dan dus gebeurt, als je dus wel die speler wilt binnen te halen voor 9,20 of, of 9,30 euro, krijg je dus 4 euro, dan moet ik goed rekenen, 4,65 euro terug van Sore. tot en met 20 euro. Dus daar krijg je eigenlijk uh, ja, 20 euro extra shop budget. En dat is natuurlijk interessant voor het bouwen van jouw eerste teams. Helemaal natuurlijk in de cap 220 teams. cap 220 Limited kan je dus al spelen met vier veldspelers en met een uh, ja, gratis keeper eigenlijk. En dat is interessant, want dan kan je voor een echt een heel miniem budget. kan je wel al proberen mooie prijzen te pakken. Dus heb je nog geen account, doe dat dan via de link in de beschrijving. En dan. Uh, ja, wens ik je veel succes bij het binnenhalen van jouw favoriete spelers. Bim bam boom. Gaan we door met de volgende soren manager. Zijn naam is Thijs Hagendijk. Hij zegt eindelijk weer terug. Nou, bedankt, we zijn weer terug. En we blijven, dames en heren. Hagendijk is als soren naam. Rio maakt niet echt uit. Kijk, en dat vind ik natuurlijk wel leuk, want dan kan ik aan de hand van zijn gallery. Een bepaalde strategie bepalen. Dat is ook natuurlijk wel leuk. Dus laten we maar snel beginnen met de line-ups van Hagen-Thijs. Ja, en hier zien we de club van Hagen-Thijs. Een valuation van 3 Ethereum. Dat is uh, natuurlijk wel flink. We zien hier 3 super-airs. Waarvan er twee spelen, denk ik. Bosse, weet ik niet. Misschien 50-50. De laatste tijd heeft hij wel gespeeld, staat er. Maar ik denk dat we hier wel een leuke Challenger Pro, of Plus heet het nu. Uh, team van kunnen maken. Om natuurlijk ook die. Super Rare, die hij dan heeft. In een team te verwerken. Je ziet ook dat dit zijn nieuwste aankopen zijn. Dus hij maakt langzamerhand een beetje de stap. Naar Super Rare. Dat is natuurlijk leuk om te zien. Heeft natuurlijk een flinke, flinke Rare collectie. Dus ik zou zeggen: laten we geen tijd verspillen. Laten we maar eens even naar de line-up-beelden gaan. Challenger Rare Plus. Dit is geen twijfelgeval. Moest leren tegen Alanya Sports. denk ik. Dat klopt. Triple 1 Matchup. Dat uh, lijkt me een, uh, een appeltje eitje. Zeggen ze dan. Aron Meijers. wordt hier verwacht dat hij op de bank plaatsneemt. Waarom, weet ik niet. Volgens mij is er niks met hem aan de hand. Dus ik stel hem wel op. Ja, Pols uh, ja, dat ga ik dus niet doen. Want hier kunnen we meteen eigenlijk wel dan even kramen neerzetten. Dat is ook wel een uh, mooie combi, natuurlijk. Mocht RKC dan Groen tegen Pex Wolle, wat ik niet hoop, dan, uh, dan is er natuurlijk handel voor RKC. En natuurlijk helemaal Verhaag en Thijs. Oeh, Tom we hebben we net al vorige, bij de vorige manager ook al doorgenomen. Dat is een mooie, mooie, mooie matchup. Dus ik ga hem ook maar gewoon neerzetten. En dan bij de extra speler Boekstallen of Guillaume. Ik zou de spelers van Wien vermijden. Want daar is volgens mij een nieuwe manager. Dus dan is het denk ik vrijwel een beetje onzeker hoe of wat. Ik zou voor Guillaume gaan. Die ook wel een uh, hele, hele aardige matchup heeft. Dan zou ik zo doen. Om je Cappy. Bam. Dan gaan we kijken. Ik zou dan persoonlijk voor Cap 240 gaan. Puur om het feit. Dat je dan natuurlijk die 50 euro mee kan snoepen bij het behalen van 280 punten. Dus even kijken. Andries Noppert. Dan hebben we Mechelen. Ik wil dus tegen Leuven. Wat op papier niet een hele denderende tegenstander is. Dan. Oeh. Herrera. Die natuurlijk wel echt de MLS aan het slopen is. En dat kunnen we ons permitteren. Om het feit dat Noppert een lage L15 heeft. Dan moeten we hier wel gaan snoepen. Dat doen we dus met Sarkaria. En dan een 35 L15. Dat wordt wel taai. Uh, hebben wij hier kandidaten voor? Nee, dat hebben we niet. Dan moeten we Herrera, denk ik, skippen. Voor. Ja, zie beschrijvers. Maar die neemt dat natuurlijk op tegen Mechelen. Dus dat is sowieso niet handig. Olson is wel een interessante. Amani, moeilijke matchup. Indi-Ajee. Lager of 15, die wordt het dan, denk ik. Um, en dan kunnen wij voor Melou gaan. Dit is wel een hele lieve speler, moet ik zeggen. Dit is wel echt een EE-machine, moet ik toegeven. 24 EE. Zo. En ze nemen het ook nog op tegen Montpellier. En dat rijmt ook nog eens. Oké, okay, dan gaan we hier voor een Melou. Ik hoop dat ik het goed zeg. En ik zou hem misschien ook wel capi maken, man. want het feit dat hij wel steady is. Hij heeft in uitwedstrijden al nog iets meer EE. Hij speelt uit bij Montpellier. Dus ik zou dit doen. Het is wel echt een mooie Capture Forty. Dan... Ah, ja, ja, ik zag wel wat veel challengers. Ik denk dat je toch wel in die challenge moet gaan zoeken. Dan hebben we hebben hier een beestenbeest. Baumgarten wat volgens mij ook nog een reward van hem was. Dat is wel vrij bizar. Dat is een hele goede kaart. Zie beschrijvers. dat hier met een dubbel A matchup. Waarom dat precies is, weet ik niet helemaal. Ze spelen natuurlijk wel tegen Club Brugge. 1, 2, 3, 4 gele kaarten. Moet je natuurlijk ook niet blind staren op die matchup indicator, maar... Ik zou dan persoonlijk... Voor of Olsen awesome of Herrimans gaan. Joffrey. Die speelt namelijk tegen Kortrijk. Die staan er niet heel denderend voor. Ik zou dat zo doen. Dan zou ik ook voor... Oh, wel veel aanvallende goede opties, man. Zo. Uh, ja, Kelvin Stanks. Ik zou dan denk ik voor Livaya gaan. Voor eerst eigenlijk Peri zeggen. Alleen je hebt zoveel forwards dat het een beetje uit balans is, lijkt het wel. Ik zou dan voor Stengs als aanvoerder gaan. Kunnen we kijken of we nog even een team in elkaar kunnen zetten? In een all-star. Dan hebben we Olei. Kijk, en nu kunnen we natuurlijk ook kijken naar de andere opties. Ik had al een vermoeden dat er ook wat niet-challenge spelers in zouden zitten. Newcastle uit ah, is wel een hele moeilijke matchup. Dus gaan we hier voor Perits. Dan gaan we voor Hector Herrera. Dan gaan wij voor Carwina. Boekstallen, ja, lijkt wel te gaan spelen, maar. Met die nieuwe coach, ja, dat is altijd tricky. Ja, Boekstallen, ik zeg wel twijfelgeval, maar. Ik denk niet dat zij hem kunnen skippen. Ik zou Herrera captain maken? Dan heb je toch ook wel een ziek all-star team? Oké. Okay. Dan kan je nog met een Cap 270 team komen. Met Fase. Mooi van hem dat hij natuurlijk gewoon weer kan keepen. Uh, Silva. Siebes beschrijvers, Gustavo Santos Costa. Is een twijfelgeval. En dan heb je nog 64 punten over. Dan uh, kenne jij voor Jordi van der Bergen gaan. Heb je een Cap 270 team? Moet je hopen dat Costa speelt. En dan, uh, dan zijn dit, denk ik, de teams voor Hagenthijs. Ik zeg bim bam boom. Worden jullie overigens nog zeggen van: hé hey Bas, dit is een hele rare keuze die je hier maakt. Laat dat ook even in de comments weten. Ik denk dat als dat Rare Team heel ziek is. Challenger Rare Plus Team is heel ziek. En je Cap 240 team is ook best wel bizar. Je ziet wel dat, zeg maar, dat, ha dat Hagenthijs. Dat hij zeg maar wel investeert in echt spelers die, die echt goed zijn. Zeg maar. Dus de hoge puntenpakkers. Dan kan hij misschien iets minder teams opstellen. Maar ik zie wel dat hij echt voor, voor kwaliteit gaat. In plaats van kwantiteit. Dat is natuurlijk wel een uh, mooie strategie. Dus ik denk dat hij wel met uh, competitieve line-ups hiermee. Uh, Aankomt kloppen. Dus Hagertijs, thanks voor je comment. En dan gaan we door naar de laatste, denk ik, van deze video. Oké, okay, en dan gaan we door naar de volgende. Dat is namelijk Julian Slippens, ik J. Slippens. Prioriteit cap 2,40. Elke week 5 euro pakken. Lukt aardig, moet ik zeggen. Zou graag wel eens een echte klappen willen maken. Met een tier 1 reward of hoger. Hij heeft het hier over limited. Dus ik ja, ben heel benieuwd. Een tier 1, dat is wel heel competitief en limited. Maar goed, laten we maar eens even kijken. En uh, de teams gaan bouwen voor Julian Slippens. Ah. Oké, okay, dan Cap 240. Dus de prioriteit van J. Slippens. Omdat hij natuurlijk elke week 5 euro mee wil slippen. En die wil hij niet laten slippen. Oké, okay, we gaan beginnen. Andries Noppert, 31-15, speelt tegen Fortuna. We hebben afgelopen wedstrijd 4 keer gescoord Fortuna. Maar dat was tegen Herakles. Dus dat uh, ja, zit die statistiek eigenlijk al als uh, onbetrouwbaar neer. McNulty zetten wij hier neer. Ook vanwege zijn een lage L15. En dat is een, uh, een prima optie tegen RKC Walwijk thuis. Dus ik zeg niet dat het een, uh, de nieuwe Marcello is. Maar voor zijn L15 van 39 is, vind ik het wel een goede optie. Dan konden wij voor Buurmeester gaan. Die heeft ook een mooie matchup. En uh, speelt natuurlijk ook tegen RKC. Maar wie ook een mooie matchup heeft is natuurlijk Tom Haaien. Die heeft dezelfde matchup als Noppert. Dan hebben wij hier in de aanvallende opties. Even kijken. Ja, Zaha, die heeft een hele mooie matchup tegen Alania Spoor. Dus die stellen wij op. dan hebben wij nog een L15 van 57 over. En dan zie ik hier Pavel Bochniewicz. Als ik het goed zeg. En die heeft toevallig een L15 van 57. En dan zie je toch wel dat dit een uh, Heerenveen-heavy team is. Maar ik denk wel dat dit een mooi team is. En dan denk ik dat wij Zaha-captain gaan maken. En anders zou ik Tom Haaier-captain maken. Eén van die twee. Deze slaan we op. Komt perfect uit. En dan gaan wij door, denk ik, maar naar All-Star Limited. Nee, we gaan door naar Champion Europe Limited. Ik zag dat hij veel uh, top 5 spelers. Top 5 competitiespelers had. Dus dan hebben we hier Kevin Trap tegen Stuttgart. Dan hebben we Gouden Leeuw. Die het opneemt tegen Union Berlin. Die 18e staan. Dat is toch wel vrij bizar. Leandro Paredes kunnen we hier opstellen. Die speelt tegen Udinese. Dat is natuurlijk niet een uh, wereldclub. Gerard Moreno, die zit er toch wel vrij aardig in, als je de statistieken moet geloven. En dan hebben wij nog, ja, Palazzon, maar die speelt tegen Barca en Boga, die speelt tegen Toulouse. Ik denk dat we hem maar op gaan stellen. En dan hebben we toch wel een vrij lief. Champion Europe Liberty Team. Die gaan we dan opstellen. Ik moet er wel bij zeggen, natuurlijk, dat spelers die ik niet goed ken. Dat ik daar natuurlijk niet de, de zekerheid van heb dat zij spelen. Dus ik moet een beetje afgaan op de predicties van Sora Data, Play En een beetje mijn algemene kennis natuurlijk. Dan gaan we door. Want in Challenger is natuurlijk ook veel te zien. Misschien kunnen we nog een 123-team neerzetten. Dat kunnen wij. Schendelaar. En dit op tegen RKC. Ik denk dat dat een mooie matchup is. Dan kunnen wij dus automatisch. Niet Adewoye opstellen. Dat is zuur, Dus dan gaan we even van Keeper switchen. Kunnen wij nu wel Adewoye opstellen. Maar ja, dan hebben we Van den Berg natuurlijk. Oh. Ja, dan moeten wij Propa hier neerzetten. En dan Jurgen Larsen. Oh, die zei ik wel echt heel goed. Eerlijk? Die zei ik echt heel goed. Ik klonk een beetje als John Dal Thomason. Maar uh, we hebben ook nog Solis. Tjol die gaan we dan maar hier neerzetten. En dan... Uh, ja, we kunnen geen Zwolten spelen neerzetten. Want dat zou eigenlijk een botsing zijn met Adeboye. Ja, ik ga ervan uit dat Sarawi gaat spelen. Maar ook die kunnen wij niet opstellen. Want die speelt dan tegen Pandur. Pandur. Dus ik zou zeggen... Bostogan tegen Sparta is wel interessant. Maar laten wij gaan voor Jurgen Larsen. Dan doe ik het weer. Hey, dan gaan wij proper aanvoeren maken. Proper. Dat is wel proper. Challenger. Dan weet ik dus dat wij hier Jeffrey de Lange wel op kunnen stellen. Sven van Beek. Dan gaan wij voor Van den Berg. Dan gaan wij voor Ed Vazen En Zico Buurmeester. En dan ga ik Van den Berg hier aanvoeren maken. Ook een heel mooi team. We vliegen er wel lekker doorheen moet ik zeggen. Wat hebben wij dan nog meer in de aanbieding? all -Star. Dan kunnen we alles bij elkaar pakken natuurlijk. Want we hebben natuurlijk ook Second Division. Wat is dan de beste optie? Even kijken. Schendelaar. Uh, tegen RKC is een mooie optie. Room tegen Ajax is denk ik een minder optie. Barkas tegen Sparta uit. Niet makkelijk. Maar zie hij wel een mooie match Maar dan moet hij wel spelen. Dus even dubbel checken. Ja, daar staat ook PlaySharper 50%. Dus die gok ga ik dan weer niet wagen. Dan doen... We, uh, Jasper Siddissen keept ook weer. Maar laten we hier voor Martijn gaan. Dan pakken wij Ricardo Pereira. Pereira. Halilovic. Oeh, dat is wel een interessante. Laten we ha voor Halilovic gaan. Leuke spelen. Dan... Uh... Ramer tegen Zwolle is een optie. Maar laten we dan de combinatie halilovic Cordoba pakken. En laten wij dan voor Willem Willem. gaan. En dan gaan wij denk ik Brera aanvoeren maken. En dan zat ik even te kijken naar Cap 220. Want Cap 220 is deze maand de monthly competitie. Wat inhoudt dat, dat je over 7 of 8 speelrondes vier goede scores moet pakken. Om een extra reward over de gehele maand. Kunnen krijgen. Dus weet jij vier goede scores neer te zetten. Deze maand. In Cap 220, dan kan je daar een extra reward voor krijgen. Dus dat is altijd leuk meegenomen. En wat ik dus zag, is dat J Slippers maar één common kaart heeft. Dus een gra één gratis kaart in zijn club. Maar in Cap 220 is het zo dat je vier spelers van Limited kan gebruiken. En één common kaart. En als je dus Cap 220 rare speelt, kan je dus één limited kaart toevoegen. Dus eigenlijk in Cap 220 kan je altijd één kaart van een lagere scarcity, zoals dat dan heet. Gebruiken. En in dit geval is dat dus een common card. Wat een kleine tip is misschien voor je slippers is om de drafts te gaan doen van. De amateurcompetities is zo raar. Dan kan je eigenlijk elke week spelers kiezen die jij voor de amateurcompetitie wil gebruiken. Maar die spelers zitten natuurlijk gewoon in je club. En die kan jij dus ook gebruiken in Cap 220 Limited. Kleine tip. Zo kan je dus ook elke week kijken van een speler die bijvoorbeeld een lage L15 heeft. Die kan je dan kiezen om ja, in je Cap 220 Limited team te gooien. Als jij verwacht dat hij zijn L15 gaat overtreffen. Kleine tip dus. Hier zien we dus dat hij alleen Luis Araujo in zijn club heeft. Dat is een ja, best wel prima kaart eigenlijk. Want hij neemt het op tegen het slechtste team uit de competitie. Maar dus een kleine tip Tip ook voor de mensen die uh, bijvoorbeeld Cap 22 Limited willen gaan spelen. Dit kan je dus ook met een keeper doen. Dan kan je dus vrij goedkoop meedoen met de Cap 22 Limited competitie. Want dan hoef je in feite alleen maar vier veldspelers te halen. Limited. En dan kan je een common goalkeeper gebruiken. Ik zou zeggen bedank me later. Of bedank me nu gewoon door middel van de like. Dat zou helemaal geweldig zijn. Maar goed, Schendelaar heeft een lage L15. Dus die gaan we hier neerzetten. Siddes heeft dat ook. Maar die speelt tegen die ene club. Uh, ik weet niet hoe die club heet. Maar best wel een uh, op papier niet zo makkelijke matchup. Dan gaan wij eens even kijken. Gaan wij eens even kijken. Siovas. Um, redelijk lage L15. Heeft dan ook een A-matchup. Dan gaan wij kijken. Mats Zeuntjes heeft wel ook een hele lage L15. Speelt uit bij Sparta. Dat is niet heel, heel top. Dan gaan wij denk ik hier voor Carlos Alcaraz. Dan hebben we het niet over de tennissen natuurlijk. 43 L15 kunnen wij dan nog gebruiken. Dan kunnen we voor Kramer gaan. Oh, Reiners kan het net niet. Dit wordt interessant. Ja, laten we dan maar voor Kramer gaan, denk ik. De Wallermarkt is niet zeker of hij gaat spelen. Volgens deze statistieken. Er is natuurlijk veel onzekerheid. Bij Jerevene in de voorhoede wie er gaat spelen. Ehm. Um... Ik denk dat we dan voor Kramer gaan. Dan heb je echt een mooi Cap220-team. Dan zou ik wel voor Carlos Alcaraz als captain gaan. En dan zijn dit denk ik de line-ups. Je hebt vast nog wel iets van spelers over. Maar uh, ja, die moet je dan zelf even kijken. Dan zou ik het op deze manier doen. Heel mooi Cap240-team, zoals je hier kan zien. Precies ook uh, de 240 gehaald. Champion Europe, ook een interessant team. Over het algemeen een competitie met wat minder concurrentie. Omdat die kaarten over het algemeen iets duurder zijn. De onder 23, ook een leuk team. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor Challenger. All-Star is ook prima. En Cap 220 is wel echt een leuk team. Dus, uh, kleine tip nogmaals voor de mensen die uh, Cap 220 Limited uh, willen gaan spelen: update uh, even af en toe je common cards. Die kan je dan gebruiken in jouw Cap 220. En ja, voor je dit nou een goede video, vergeet even niet te liken en te abonneren. En wil je nou dat ik jouw teams ook ga maken in de toekomst? Laat dan even een comment achter met jouw managernaam. En eventueel welke competities jouw voorkeur hebben. Dan kan ik misschien volgende week wel jouw teams gaan bouwen. En dat, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Dus doe dat dan even. En heb je nog niet aangemeld bij SORE? Wil je wel graag beginnen met SORE? Doe dat dan via de link in de beschrijving. Want dat levert je dus, zoals ik al eerder aangaf in de video, vele voordelen op. En dan uh, wordt iedereen weer blij. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Waarschijnlijk morgen alweer. Ciao, ciao.